En we hebben bloemetjes gaan kopen. Ja. En voor wie zijn de bloemetjes? Voor die en Pieter. Ja, voor de prins en de prinses. En die gaan we ze even geven, hè? Ja. Ja. Hoog bezoek in de Limerick in Pilderbos vandaag. Prins Philip en prinses Mathilde bezoeken het respijthuis en krijgen er alles te horen over de werking. Chronisch zieke kinderen die dagelijks thuisverzorging nodig hebben, kunnen hier een tijdje verblijven. En dat is vooral broodnodig voor de ouders, want de verzorging van een zwaar ziek kind is enorm belastend. Dit zorgt ervoor dat je als gezin even op pauze kunt drukken en dat je eens wat extra aandacht kunt geven aan je andere kindjes en aan je relatie ook wel. Maakt u er vaak gebruik van? Wel, het probleem is dat er een maximum van 32 dagen per jaar is. Dat is recif gebonden en dat is heel spijtig. Want de Limerick is populair. Het centrum bestaat nog maar 2 jaar. Maar nu al is het rummen voor een plekje. De wachttijden zijn enorm. De grote vakantie is in het begin van het jaar al volledig uitgeboekt. Dus voor eigenlijk een plekje te krijgen, een paar dagen of eens een week achter elkaar, is eigenlijk heel moeilijk toch wel. De prins en de prinses trokken ook wat tijd uit om enkele ouders en kinderen te ontmoeten. En die kinderen hadden vooraf heel wat vragen. Of dat ze veel verkleedkleer hebben, of dat ze in een groot kasteel wonen en of dat het fijn is om prins en prinses te zijn. Dat wil ik allemaal weten. Limerick biedt onderdak aan 5 kinderen. Er een nacht doorbrengen blijkt wel niet altijd evident. En het was niet echt zo leuk toen ik ging slapen. Waarom niet? Omdat mijn kamergenootje wel een beetje irritant was. Snurkte die misschien? Ja.